in Santa Pola, onze lievelingsplaatsje met veel bekende vrienden. En er staat hier een Italiaanse vrouw, Carla. Die maakt een soort olie voor de huid. Zij is zelf 78 jaar en moet je haar huid eens zien. Zacht, super zacht, mooi. Ze vertelde net, het is een beetje moeilijk om te verstaan natuurlijk, maar ze vertelde net dat haar moeder 100 jaar was geworden. En helemaal niet ziek of wat dan ook. Een super huidje, 78 jaar. Hier staan alle oliën. En kijk eens wat wij hebben gekregen. Het is zo glad. Een flesje olie. Voor onze huid. Nou, wat zullen wij er nou mooi uitkomen te zien, John? Echt wel. Geweldig. Gracias. Capelli. 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 Ook voor je haar. Voor alles. Oké. Voor alles. Het zijn een soort... herbe. Wauw, groent. Dat is een kindje. Het is wel olie, John, dan kun je weer gaan douchen. Geweldig. Però fallo, hè. Questo l'ho trovato in Spagna. Ecco, dit zijn de bloemetjes die ze prukt. Iperico. 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 Guarda, dat is de guarda, naam. Guarda. Mira. En dat stopt ze in een soort olie. En dat laat ze een aantal weken staan voor de kruiden. Dus dit is wat er gebruikt wordt. Nou, geweldig toch? Bellissima. Gracias. Bellissima. Raro in Spagna. Raro in Spagna trovare l'Iperico. Iperico. Io ho trovato là. 40 dias sol. 40 dias. 4 dias. Sempre fare così. Agitarlo. Notte. Una dia. Una dia. Sì, una, due, quante vuoi. Quante vuoi. Poi lo filtri. Filtri? Filtri, yeah. Lo metti in un barattolo così. Filtro. Ok, yeah. È normale olio? Olio... acqua? No, olio di girasoli natural. Natural? Natural olio di girasole. Natural. Ok, olie van de dag, ik weet niet precies. Nee? Maar de gewone olie. En daar moet je het dan instoppen. Girasole. E notte. Vedi che la notte sta qui. Notte, la luna. Okay. John gaat het nieuwe zwembad inwijden, net zoals hij de vorige keer heeft gedaan. Goed zo! Het zwembad is maar klein, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken als het ontzettend warm is, zoals vandaag. Dan is het heerlijk dat je een afkoeling kan doen. Nou. Kijk, hier komt hij. Hoeveel slagen kun je nou zwemmen? Dan ga je zo aan niks aan. Krap. Maar luister, je hebt een hoge land. Hij heeft zo schoon natuurlijk. Het verschil is in ons. Ik ben geloof 10 centimeter groot van het hoge land. Dus daarom geef ik hem altijd iets voorsprong. Die heb je helemaal naar de zin hoor. Lekker hè? Vind je mooie slagen? Ja, dat zijn mooie slagen. Zo? Oh jongen, de Adonis van Spanje. Italiaans laat ik lekker inpretten zo. Ja, hier laat je zo meteen maar weer lekker invetten. Ja. Heb ik een rustdag. Doei! Doei! Kijk eens wat onze buurman de kapper heeft. Is dat niet mooi? Het is net echt.
We fietsen op een mooi pad door de zoutvlaktes. Daar zijn de salina's, zoals ze dat hier noemen. En we proberen of we wat mooie vogels kunnen catchen. Het is erg hoog. Dan kun je hier ook linksaf, maar daar kom je bij die wokrestaurant of zo. Oh ja, die druivenplukker al. Maar dit is wel echt het natuurgebied hier. Net aan de rand van. Hier heeft dus een groot gebouw gestaan, wat het is geweest, ja. Wie zal het zeggen? Hier weer een verlaten gebouwtje. Ik denk dat ook hier alles op een gegeven moment toch een beetje teruggegeven wordt aan de natuur. Oude ingang. Er staat nog een nummer op, dan zou je haast zeggen dat er ook nog bedrijvigheid is, in wat voor vorm dan ook. Daar zijn de salina's en als ik goed kijk, of het is gewoon wit, of zitten daar allemaal flamingo's? Nee, het zijn geen flamingo's. Maar die daar wel veel. We rijden nu eigenlijk door het natuurgebied en dat loopt eigenlijk een beetje parallel aan de hoofdweg naar Elgen, of hoe je dat ook maar weer uitspreekt. Mooi. Allemaal fruitbomen. Wel jammer, er hangt nog niks in, anders kon ik weer even wat in mijn fietstas laten glijden. Jammer. Ja, daar. Of ik hem heb, weet ik niet. Wel, maar je ziet ze niet. Oh, daar is een dikke.
Oh, kijk eens. Hele schoon. Dat is een soort als die vrouwen die erboven zitten. En dat zo aan de rand van de haven. En weg was het. Kijk eens. Hier worden nog de netten vakkundig weer gemaakt. Heet dat boete? Oké. Mooi. Dat is een heel werk. Helemaal achterin liggen mensen te zwemmen. En hier vooraan allemaal vissers. We denken zelf een viswedstrijdje. Zou kunnen toch? Ook hier. Oh, een rondvaartboot. Natuurlijk moest ik weer een patatje kopen. Het is nog vroeg. Maar we wisten helemaal niet hoe het hier ging. Ik moest eerst betalen. En dan kreeg ik een of ander rond dingetje mee. Geen Engels, geen Duits. Helemaal niks te verstaan. Ik denk, ja, wat moet ik daar nou weer mee? Nou, die moest ik dan mee terugnemen naar de tafel. Ik denk, nou, dan komen ze het wel brengen. Maar nee dus. Op een gegeven moment begon het dingetje te piepen. Te piepen en te trillen. En dan moet je het weer zelf halen. Maar het ziet er wel goed uit. Ja, het ziet er goed uit. Moet je eens kijken. 2 euro. John eet er ook van. En John eet ook een patatje mee. We staan midden in het centrum van de Santa Pola. Een mooi treintje, waar je natuurlijk mee door het hele centrum of wat dan ook kunt gaan. En we staan bij een heel mooi oud kasteel, monumentaal. We lopen even naar binnen. Dat de gewichten van de klokken zijn, dat weet ik natuurlijk niet helemaal zeker. Eventueel een trap naar boven. En dan komen we op de binnenplaats. Getraliede ramen. We hebben het net even nagevraagd.
Dit is een kasteel van met de Moorse stijl, Arabisch. En daarbovenin, daar konden dan de soldaten staan om Santa Pola te beschermen. Vandaar ook die trap bij de ingang waarschijnlijk. Al is dat misschien een nieuwe trap, dat weet ik niet. En nu wordt het een beetje als cultureel centrum gebruikt. Op al de vier de hoeken vind je deuren. En achter die deuren is iets. Een museum, een kerk of wat dan ook. Twee ingangen. Voor en achter mij. Interessant. Mooi. Daar is het museum in Dieren. Maar jammer genoeg is alles gesloten. Ik denk dat dit een intro is. Zou wat voor jou zijn?